hebben over omestering, 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 omestering. Wat is dat nou? Deze is voor Mitchell. Omestering betekent, hè, er zit het woord ester in, dat betekent we gaan van de ene ester een andere ester maken. En het belangrijkste, of tenminste het voorbeeld wat in het boek vaak gebruikt wordt, en ook in het hoofdstuk duurzaamheid, ja, in 4V en in 5V scheikunde, is dat we van een triglyceride, ja, een vet of een olie, gaan we biodiesel maken. Dus laten we kijken, dit is een triglyceride. En ik heb mezelf een beetje makkelijk gemaakt, want je ziet, hè, een triglyceride 1, 2, 3 keer een ester, ja, waarin dus hele lange vetzuurketens zijn getekend. Ik heb hier 1 keer linolzuur gebruikt, ik heb hier 1 keer oliezuur gebruikt en die andere is linolzuur of oliezuur. En het ligt er een beetje aan waar de zonnebloem is opgegroeid, ja, en wat voor type zonnebloem het is. Ja, dus dat ligt er een beetje aan. Meestal linolzuur, 1 oliezuur en dan nog 1 linol of oliezuur in deze triglyceride. We hebben dus een heel groot, lang molecuul. Ja, wat vaak in het geval van zonnebloemolie wel vloeibaar is bij kamertemperatuur. Ja, maar de viscositeit, ja, die is heel anders dan water. Ja, als je olie schenkt, dan zie je het is stroperiger dan water. Viscositeit noemen we dat. Ja, dat is dus niet zo goed voor een motor. Ja, een verbrandingsmotor, zoals in je auto. Ja, die houdt die over het algemeen van vloeistoffen die wat minder viscoos, zoals hè, meer lijken op water, veel vloeibaarder zijn. Dus wat kunnen we nou doen, ja, met deze triglyceride? We kunnen deze ester, die kunnen we weer opknippen. Ja, daar kunnen we natuurlijk, zoals in ons verteringssysteem, ja, kunnen we daar natuurlijk weer vetzuren van maken en glycerol. Maar dat is niet de bedoeling, want vetzuren, de naam zegt het al, is zuur. En een zure stof in leidingen van een auto, dat levert allerlei problemen op. Dus we willen er wel weer een ester van maken. Nou, we gaan dus omesteren. Hoe doen we dat? Ja, we pakken deze triglyceride, dan doen we daar methanol bij. Ja, een vrij klein molecuul, zoals je ziet, CH3 met een OH-groep, met de alcoholgroep. Ja, dan is dat een of ander proces en dat zorgt ervoor, ja, dat deze methanol, die neemt de plek over van mijn glycerol hier. Dus ik krijg 3 losse esterbindingen. Ja, dus in plaats van dat het 1 groot molecuul is, knip ik eigenlijk deze bindingen door. Ja, omesteren dus. Dus ik hou 1 of 2 van dit soort deze moleculen over. Dus dat kunnen we bijvoorbeeld het linolzuurester kunnen we dat noemen. Ik hou 1 of 2 van die oliezuuresters hou ik over. Maar in totaal zijn dat er natuurlijk niet meer dan 3. Want ik begon er natuurlijk maar met 3. Nou, wat is nou het doel daarvan? Nou, dit noemen we biodiesel. Biodiesel, ja. Waarom bio? Nou, dat bio betekent dat het iets met biologie te maken heeft. Die biologische insteek is, nou, het is van die zonnebloem afkomstig, vaak van het jaar daarvoor of 2 jaar daarvoor. Dus we zitten iets te verbranden in een relatief korte koolstofkringloop. Ja, wat vorig jaar of 2 jaar terug nog CO2 in de atmosfeer was. En in plaats van dat we dan diesel gebruiken, die een fossiele brandstof is, die helemaal diep uit de grond komt. Ja. Er zijn een aantal ondernemingen die dit doen, die halen het frituurvet op wat gebruikt is, ja, in restaurants of cafetaria's. Dat soort plekken, ja, en die maken er dus biodiesel van en die gebruiken dit ervoor. En bijkomend voordeel is dat zij zitten ook weer met een afvalproduct. En dat afvalproduct is natuurlijk glycerol. Ja, dat glycerol of propaan 1, 2, 3, triol, ja, dat is weer een molecuul waar zij dan weer mee zitten. En dat verkopen zij dan weer door aan de zeepindustrie, want daar kan je weer zeep van maken. Ja. En dus op die manier wordt er allerlei dingen gerecycled. Dus als jij onder de douche staat, ja, en je wast je, dan was je misschien wel met glycerol afkomstig van de friet die je een paar weken terug gegeten hebt. Ja, en misschien dat een van je ouders in de auto rijdt, ja, die op biodiesel rijdt. En op die manier, ja, proberen we die afhankelijkheid van die fossiele brandstoffen wat kleiner te maken. Goed, omesteren dus. Dus niet omestering. Ja, het is omestering. We maken van de ene ester, maken we eigenlijk een kleinere ester. Goed, weet je niet meer precies wat een ester is? Kijk dan even een van mijn vorige filmpjes, ja, over naamgeving. En wie weet wil je subscriben en
Beneden staan comments, hè? Dus zet er wat bij als je iets te vertellen hebt of vragen. Heel veel succes!